Sociaal levende dieren moeten elkaars bedoelingen tijdig te weten komen. Misverstanden kunnen gemakkelijk tot ruzie of erger leiden. Apen hebben vaak een sterk ontwikkeld sociaal leven. Daarbij maken ze gebruik van verschillende type signalen, zoals geluid, aanraken en gebaren. Het apengedrag doet vaak zo menselijk aan dat we veel van die signalen, ook zonder een verdere uitleg, begrijpen of menen te begrijpen. Ook noodkreten van andere zoogdieren wekken begrip en sympathie. Schildpadden en vissen zeggen ons daarentegen weinig. We weten vaak niet eens of ze zich ellendig voelen. Heel anders ligt het bij vogels. Hun levendig gedrag, hun gebaren en houdingen, ondersteund door hun kleurige veren, is bedoeld om met soortgenoten te communiceren. Het spreekt de mens evenwel ook aan. Vaak berusten signalen in hoge mate op gebaren, houdingen en uitdrukkingen van het gezicht. Een houding zoals hier laat geen twijfel bestaan over de bedoeling. Uit alles spreekt onderdanigheid. Niet zelden is één enkele handbeweging minstens zo duidelijk. Twee handen vertellen hier zelfs een compleet verhaal. Mimiek is heel belangrijk. Alleen al door de gelaatsuitdrukkingen weten we wat de ander beweegt. We voelen angst, we griezelen bij iets engs. Kennelijk gaat het hier om diepgewortelde communicatiemogelijkheden. Mimiek bij mensen berust op een groot aantal spieren en hun samenwerking met de hersenen. Spieren die apart bewogen kunnen worden, verlenen het gezicht een voortdurend wisselende uitdrukking. Het gezicht maakt een levendige indruk. Een model waar de huid is weggelaten, laat de spieren van het gelaat zien. Oorspronkelijk hadden gelaatsspieren niets met communicatie te maken. Bij de haai, ook een gewerveld dier, spelen ze een rol bij het bewegen van de kaken. Bij de mens is de betekenis heel anders. De ontwikkeling van de gelaatsspieren vindt plaats tijdens de ontwikkeling van het embryo en de foetus. Bij dit embryo van 2 weken oud lijkt de situatie op die van een haai. De spieren liggen nog ver naar achteren. Pijltjes geven aan waar het oor en waar het oog komt. In de volgende weken breiden de spierzones zich uit. Ze komen rond het oor en rond het oog te liggen en bedekken ook steeds meer het aangezicht. Weer wat later zijn de spieren nog verder uitgegroeid. Het oor en het oog zijn nu volledig door spieren omsloten. Uiteindelijk ligt een zeer ingewikkeld systeem van gelaatsspieren als een masker onder de huid. Direct na de geboorte worden sommige van die spieren voor een belangrijk doel gebruikt. De baby kan, dankzij kringvormige spieren rond de mond, zijn voedsel bemachtigen. Een animatie maakt duidelijk hoe die spieren werken. De zuigbewegingen dienen ook als oefening voor het latere gebruik van de gelaatsspieren. Zo kan het gelaat gebruikt worden om te communiceren. Een gesloten mond betekent afweer, afstand houden. De verbinding tussen deze houding en gevaar is duidelijk. Onder water moet de mond dicht blijven om geen water binnen te krijgen. Een gezicht met weinig uitdrukking maakt het moeilijk te achterhalen wat er aan de hand is. Een pokerface is niet te doorgronden. Maar er hoeft maar iets aan de uitdrukkingen te veranderen en we zijn volledig op de hoogte. Plezier, verbazing, afkeuring.
We lezen het allemaal op het gezicht. Zelfs een sterk vereenvoudigd model maakt het begrijpen mogelijk. Dankzij de ligging van de gelaatsspieren kunnen al die veelzeggende uitdrukkingen snel worden gevormd. Een heel andere communicatiemethode werkt met geluiden. Signalen komen het gehoororgaan binnen. Dat orgaan brengt de hersenen van de binnengekomen signalen op de hoogte. De informatie bereikt bliksemsnel bepaalde lagere hersendelen die zo nodig een snelle vluchtreflex teweeg brengen. Het horen hoeft niet te worden geleerd. Om met geluiden doorgegeven ingewikkelde informatie te begrijpen, vraagt een langdurig leerproces. Al spelend leert een mens de betekenis van woorden en ontdekt hij de samenhang tussen geluiden, houdingen en bewegingen. Een belangrijk deel van het leerproces berust op imiteren. Na een tijdje is het woord mama onder de knie en is ook bekend wanneer het gebruikt moet worden. Het lijkt allemaal eenvoudig, maar zelfs voor het mama zeggen komt heel wat kijken. Dit hersendeel zorgt voor de coördinatie. Vervolgens geeft een ander deel van de hersenschors opdrachten aan allerlei spieren. De verschillende organen die bij het spreken in actie komen, worden vanuit de hersenen bestuurd. Het gaat er daarbij om dat al die onderdelen in volstrekte harmonie samenwerken om een zeer bepaalde opdracht uit te voeren. Alleen daarmee kan een tevoren in de hersenen opgesteld bericht worden uitgesproken. Spieren stellen de mondholte in voor de verschillende klanken. Hier een A. En zo wordt een oe gevormd. En hier wordt mama gezegd. In een schema. Het gehoor stuurt impulsen naar de hersenen. De hersenen vergelijken het bericht met gegevens uit het geheugen. In noodgevallen kan een ander hersendeel snelle reflexen teweegbrengen. Zo wordt bijvoorbeeld spreken mogelijk. Vergelijken met het geheugen maakt de informatie begrijpelijk. Nu kan elders in de hersenen worden besloten of een antwoord nodig is. Een volgend centrum bepaalt wat er gezegd wordt. De motorische schors geeft tenslotte de juiste instructies aan die spieren die in actie moeten komen. Er worden woorden gesproken die als geluidstrillingen ook het eigen oor bereiken. Daarnaast vangt het oor informatie van elders op. Al die geluiden moeten worden omgezet in impulsen en vervolgens door de hersenen worden verwerkt en geïnterpreteerd. Een groot deel van de hersenschors is voortdurend bezig gesproken informatie te beoordelen en eventueel actie te laten ondernemen. Bij het schrijven gaat het ook om communicatie via woorden. Er worden geen spreekbewegingen gemaakt, maar de spieren van de schrijvende hand moeten wel op de juiste manier worden aangestuurd. Schrijven is een zeer belangrijk communicatiemiddel. Het resultaat kan immers worden bewaard. Daardoor werd het geschikt als middel om over grote afstanden te communiceren.